Welkom bij de piepshow. En dit is geen reguliere piepshow, want deze twee mannen hebben allebei haar. Hallo. Ja, geen Boris. Die heeft haar op zijn kin. Die heeft haar op zijn kin, dat is waar. Nee, maandag hebben natuurlijk heel veel mensen bij ons vrij gehad. En ik dacht, weet je wat? Ik grijp dit eens aan om... De boel te factchecken. Gewoon eens om met jullie ook eens te kijken naar wat er de afgelopen maanden gebeurd is. En ik weet gewoon dat niet alles wat Boris en ik verkondigen hier, dat jullie daar helemaal mee eens zijn. Dus het is ook af en toe leuk om te weten hoe jullie het doen. Hoeveel kan je maar niet, hè? Hoeft ook niet. Maar nu is het moment om in ieder geval aan te geven hoe jij naar bepaalde dingen, bepaalde straminen die op dit moment gaande zijn in de aan de zakelijke kant, hoe je daar tegenaan kijken. Ik wil beginnen met dat wat misschien wel het meest in het oog springt de laatste maanden. Het is de aankoopdrift van Sony en Microsoft. Vooral de tweede, denk ik. Vooral de tweede, ja. En het gaat een beetje over van hoe is het spel? Hoe vind je dat het spel gespeeld wordt? En is het een eerlijke strijd? Vind je dat ze het allebei goed doen? Want toevallig hadden we het er gisteren in Brieven Maandag over dat Koos had opgemerkt van over het algemeen doet Sony niet aan Microsoft aankopen van in één keer een Square opkopen. Dat is niet Sony. Ze zoeken dan toch eigenlijk de technieken die ze nog niet hebben, daar een studio bij en die kopen ze dan. Ja. Denk jij dat ze dat... Dat ze dat stramien nog steeds aan het volhouden zijn, of dat ze toch een klein beetje lichtelijke paniek voelen en misschien iets te veel meegaan in het. Want Bungie bijvoorbeeld vinden heel veel mensen een wat vreemde eend in de bijt, vrij groot. Nee. Kijk, juist Bungie past goed binnen dat hele plaatje van. Oké, laten we een studio kopen om ons team te verrijken met de kennis die we dan overkopen op dat moment. Oké, die ontbreekt nog. Ja, daarom. Weet je, Sony wil met een x-aantal live service projecten op de proppen komen de komende jaren. Nou, welke studio heeft de afgelopen 7 jaar zich aardig verdiept in het hele live service element? Nou, dat is wel Bungie. Die is met niks anders bezig. Nee. Is het niet vreemd? 2 keer hebben ze zich los weten te wurmen, want ze vonden het allemaal beknellend. En dan zitten ze nu weer bij Sony. Maar ze zijn nog steeds onafhankelijk. Ja. Oké. Althans, ja. Weet je, Sony is de eigenaar, maar ze hebben, weet je... Een bepaalde mate van... Ja. Ja, en dat vind ik nog een aankoop die vrij logisch is. We weten niet wat de volgende stap gaat zijn. Maar ja, als je dan het gaat hebben over een beetje de paniekvoetbal, wat je al dacht. Van, ja, dan een meer recente aankondiging vind ik de hele ombuiging van PlayStation Plus en PlayStation Now. Dat gaan we het zo over hebben. Ja, oké. Okay, dus hou die even vast. Dat zou ik eerder bestempelen als een paniek move. Maar de aankoop van Bungie, ik zie het als een... Met het feit dat zij dus met zoveel live service projecten willen komen, is het vrij logisch. Ik denk niet eens dat er paniek is, nog. Het broeit wel, 100%. Maar simpelweg ook om het feit... Sony heeft niet de diepe zakken die Microsoft wel heeft. Mm-hmm. En Microsoft die kan heel makkelijk zijn spierballen flexen en gewoon heel Bethesda fucking kopen, weet je wel? Wat echt insanity is. Van Activision. Maar dat bedoel ik van Bethesda, Activision, weet je wel? Dat is echt insanity. Ja. En Sony, weet je wel, ze kunnen wel wat. Ik bedoel, ze staan relatief goed voor nog op dit moment wat betreft de next-gen consoles of de current-gen, hoe je het ook wilt noemen. Maar... Zij moeten veel strategischer en veel tactischer zijn in het type aankopen wat ze doen. Ja. En die moeten eigenlijk allemaal ook wel goed zijn of slagen. En bij Microsoft is het gewoon, we smijten heel veel geld er tegenaan. We'll see what sticks. Ja. Maar denk je ook niet dat het uitgangspunt van Microsoft anders is bij aankopen dan Sony? Microsoft is gewoon, we hebben Game Pass. Dat betekent gewoon, net als een Netflix of een HBO, we moeten gewoon elke maand verse goede content hebben. Dat betekent dat we zoveel mogelijk content hebben. Hey, Bethesda, die hebben allemaal verschillende games. Bam, content, kom maar, weet je wel. Sony, ik ben het met Koos eens en ook met jou eens, die kijkt veel meer naar wat hebben we nog niet in huis. We willen bepaalde first-party titels maken. Daar willen we overal in vertegenwoordigd zijn. Nou, we hebben nog niet de service game, die gaan we doen. We hebben Epic bijvoorbeeld, daar hebben ze nu 1 miljard in gestoken. Vooral vanwege VR en techniek en al dat soort dingen, dat willen ze in. Daarom denk ik ook het gerucht van bijvoorbeeld, ze gaan Konami of Square kopen. Dan denk ik van, maar dat vind ik, als ze dat doen, dan kopen ze om content binnen te halen. Namelijk gewoon zoveel mogelijk games. En dan wordt het wel een beetje actie-reactie. Ja, behalve het, zeg maar, het model waar Microsoft nu voor heeft gekozen, dat hebben ze kunnen kiezen omdat ze zoveel geld hebben. Zeker. En omdat Sony niet dat geld heeft. Nee.
zijn ze eigenlijk ook wel gedwongen om meer in een soort van diepte-investering te kijken. In plaats van, mm-hmm. hoe kunnen wij onze bibliotheek verbreden? Ik wou net zeggen, van Microsoft, die is gewoon een userbase aan het inkopen, weet je wel? Die zijn zoveel grote namen en dan ook van belachelijke prijs, x aantal games per maand die je kan spelen via Xbox Game Pass. Gewoon simpelweg om alleen maar consumers in te kopen. Mm-hmm. En daarmee natuurlijk gewoon PlayStation de hele tijd te undercutten. De hele tijd. En dat kunnen ze bijna oneindig volhouden, weet je wel? Ja. En dus iedere Sony-release moet dan ook raak zijn. Want zij zijn juist weer van de unit sales in plaats van subscribers. Het is ook... Ja, oké. Okay. Het is grappig dat je het woord undercut gebruikt, omdat... Het lijkt er soms wel op, hè? Dan bijvoorbeeld, ik weet niet exact de data en precies, maar bijvoorbeeld Activision Blizzard aankoop wordt gedaan. En dan binnen een week komt er ook weer een aankoop van Sony. En dan ga je al heel gauw denken, oh, zij gaan ook wat doen. Nee, maar dat hoeft dus niet, want het kan al heel lang in de pipeline zitten. Vergeet niet dat soort onderhandelingen, dat soort aankopen, dat zijn ze gewoon dik een half jaar mee bezig. Maar ik bedoel, ze weten van allebei van elkaar dat ze aan het zoeken zijn en aan het kopen. Hè? Dus die druk zal er zeker wel aan. Die zal er ook constant zijn. Kijk, en het verschil is inderdaad, een Microsoft die Bethesda koopt, dat hoeft niet meteen nu te renderen voor 70 miljard, weet je wel. En bij Sony is dat wel het geval. Maar snap je dan ook de perceptie van gamers die dan juist meer denken van, jezus, weet je wel, Microsoft die koopt fucking Activision, Blizzard, en dan komen zij aan met een of andere studio, weet je wel. Is dat het nou zwakte? Het ding is, Sony hoeft minder op dit moment. Mm-hmm. Weet je, ze zijn populairder. Ik denk dat een games, even los van het feit, ja, het is wel een feit natuurlijk dat de Microsoft Studios als publishers de highest rated publisher was de afgelopen jaren, of afgelopen jaar. Maar als ik kijk over de langere termijn, over 5-6 jaar, dan durf ik wel makkelijk te zeggen dat Sony-titels verreweg kwalitatief beter waren dan de Microsoft-titels. Ja, en het is natuurlijk wel goed. Dat snap ik ook wel, want het leek er een beetje op een gegeven moment op dat Sony nog maar één kuntje had, namelijk het narrative single-player adventure. Ja, en nu moeten ze verbreden, want anders gaan ze wel problemen krijgen, omdat Microsoft natuurlijk de hele tijd nu allerlei type games, Call of Duty, al dat soort dingen. Ze gaan het allemaal op Game Pass brengen. En dan kun je wel zeggen van, ja, maar hij komt ook op de PlayStation. Maar heel veel gamers zullen ook denken, wacht even, maar daar krijg ik hem gratis. En ja, maar daar moet ik €70 voor. En, en dat bedoel ik met undercutten. Ja. Weet je wel, van je kan ook Call of Duty op PlayStation kopen. Maar als jij al ieder jaar Call of Duty koopt. Ieder jaar, weet je wel. En hoeveel miljoenen mensen zijn dat? Heel veel. Dan maakt het geen sens om een PlayStation te kopen. Nou, ik denk ook niet eens dat first party titels in deze zin het allerbelangrijkste zijn, want je hebt tot nu vaak gezien dat voor third party titels heel veel mensen nog steeds op de PlayStation spelen met elkaar. Ja. Yep. En dit is de periode waarin je waarschijnlijk die shift gaat zien. Weet je, als alles op Game Pass gaat maar verschijnen. Maar niet alleen daardoor, hè? Gewoon ook omdat crossplay steeds vaker de standaard begint te worden. De nieuwe F1 game krijgt het, FIFA krijgt het, weet je. En daarvoor, ook al zou je een Xbox willen hebben vanwege Game Pass, omdat het voor jou economisch gewoon beter is, dan heb je nog zoiets van, kut, ik koop gewoon een PlayStation, want mijn vrienden hebben ook een PlayStation. Ja. En ik wil wel met mijn vrienden kunnen spelen. Maar dat maakt die drempel ook weer een stuk lager. Ja. Ja. Het is een hele lastige strijd. Daar hebben Boris en ik het ook over. Ik ga niet zo ver van Sony is doomed of zo. Alhoewel ik dat niet alleen van Boris hoor. Ik hoor ook van andere analisten als ik dat lees. Ik vond dat echt helemaal geen rare uitspraak. Nee. Iedereen doet er heel erg lachig over. Ja. Ik vind dat echt complete bullshit. Want er zit zeker een kern van waarheid in. Maar we doen er lachig over. Omdat Sony lijkt nu de king of the hill te zijn. Mm-hmm. Maar kijk je heel even naar de fundamentals. Microsoft Xbox heeft veel meer geïnvesteerd in nieuwe businessmodellen. Dat hebben we gezien. Game Pass natuurlijk. Zij gaan gewoon voor massa. Ze kopen Bethesda, ze kopen Activision. En weet je, al die dingen is gewoon simpelweg om weg te halen bij PlayStation. En PlayStation heeft al die investeringen in nieuwe businessmodellen, nieuwe distributiesystemen, streaming, waar ze ook nog hopeloos achterlopen wat dat betreft. Tenminste, als je de vergelijking met Microsoft Xbox Game Pass en xCloud bekijkt. Daar lopen ze overal achter. Ja. Zij zijn nog heel erg traditioneel gebleven. En als je nu ook elke keer de uitspraken hoort van Jim Ryan, van, ja, wat ga je doen? Ze zijn heel erg nu op twee gedachten aan het denken. Want ze kwamen deze console-generatie in met, nee, wij geloven in generaties. Wij geloven gewoon in traditionele game releases. First day, gewoon volle pond betalen. Noem het allemaal maar op. En in één keer
beginnen ze toch een beetje te flipfloppen, weet je wel? Ja. Want ook live service games moeten nu een ding gaan worden, inderdaad. Heel PlayStation Now en al die andere zooi is opgegaan. Ja. Maar het is allemaal een beetje... Dan lijkt waar het Microsoft toch met twee benen erin vliegt, weet je wel? Ja. Hebben zij één teen daarin en één teen daarin nu. Maar dat lijkt dus toch reactie op. Ja, 100%. Nee, maar dus, ik bedoel, en als je dan kijkt, weet je, Microsoft heeft vooruit geïnvesteerd. Die heeft gewoon de afgelopen halve console generatie voor de Xbox One hebben ze gewoon gelaten. Want de tweede helft van de Xbox One generatie kwam er eigenlijk vrijwel niks meer. Hebben ze gewoon gelaten, hebben ze opgegeven. Alles op alles gezet voor deze console generatie. Ja. En dat lijkt, denk ik, qua fundamentals, en zeker op de lange termijn, zeker met de diepe zakken die ze hebben, weet je, ze kunnen oneindig PlayStation undercutten. Ja. Tot het echt geen sens meer maakt om PlayStation te kopen. Is dat iets wat je wel vaker ziet, hè? De wet van de remmende voorsprong. De PlayStation 4 was koning. Ik vraag me af wat het daarmee te maken heeft. Microsoft heeft gewoon op een gegeven moment bepaald. Wat ik nog wel heel even wilde zeggen daarover is, PlayStation moet daardoor nog wel steeds iedere keer scoren met een grote releases. Mm-hmm. En Microsoft, ook al is bijvoorbeeld de nieuwe Halo, zou wat minder zijn. Fijn, er zijn 500 andere dingen nog erop die je kan spelen, weet je wel. En meer dan, geloof ik, meer dan 20 of 25 miljoen mensen hebben die game uitgeprobeerd. Wat fucking insane is natuurlijk. Ja, je krijgt natuurlijk wel een heel verkapt verhaal met de cijfers van games. Nou, ja. wat mijn gevoel vaak een beetje is natuurlijk van... Kijk, de PlayStation 4, daar waren ze koning in. Ik bedoel, de Xbox One kwam daar gewoon niet bij in de buurt. Nee. Dus PlayStation zat op de helft opgegeven. Gigantische hoge troon. En de laatste tijdperk dat je nog kan kijken naar verkoopcijfers als graadmeter. Mijn gevoel, kijk, ze weten dingen van elkaar, maar ze moeten natuurlijk ook een beetje denken wat gaat de andere doen. En ik denk dat ze een beetje gepakt zijn door de snelheid waarin Microsoft eigenlijk de vernieuwing in heeft gezet. Het geld wat ze erachter hebben gejetst. Ik denk serieus dat zij niet hadden verwacht dat Microsoft en Blizzard en Bethesda en Activision zou kopen. Weet je? En in één keer zien ze zich geconfronteerd met oké, maar dat speelveld, dat is niet eerlijk meer. Weet je wel? Het speelveld zou namelijk zijn: iedereen gaat een beetje met Game Pass wat dingen doen, maar het draait altijd nog om console verkopen en first party. En in één keer doet dat er niet meer toe, weet je wel? En nu zie je in één keer van, nou, laten we naar die PlayStation Plus gaan. Ik vond dat zo'n rare deal of zo, onduidelijk. En met tires en met oude games die tears, in principe de hardcore PlayStation fan, die heeft die games al, weet je wel? Ik bedoel, het is, kijk, in eerste instantie, ik heb het is een beetje een soort van een tweeledig ding. Het is enerzijds een soort van reactie of kijk ons ook even een soort van Game Pass model brengen, maar wat het niet is. Anderzijds is het natuurlijk ook gewoon om een soort van het dood en begraven PlayStation Now een beetje nieuw leven in te Het wekken. Is gewoon letterlijk PlayStation Now opnieuw gemarket. Precies dat is het. En in plaats daarvan hebben we gewoon nieuwe verschillende instapmomenten. En ik vind het ook zo weird, de ene met streaming, de andere weer niet met streaming. Nee. En de ene met de PlayStation 1 en PlayStation 2 games, de andere weer niet, weet je wel, een PlayStation 3 games kan je alleen maar via streaming doen. Dat werkt nu ook tegen ze. Ja, het is gewoon niet heel duidelijk, moet ik zeggen. Nee, en het grappige is dat heel veel mensen, ook PlayStation, zegt van, ja, je mag dit niet vergelijken met Game Pass, maar dat is een beetje hetzelfde als zeggen met een videotheek, ja, je mag het even niet vergelijken met Netflix, maar de tijd is veranderd. Ja. Waarom zou je dat niet mee mogen vergelijken? Je betaalt een bedrag per maand en je hebt toegang tot een hele grote scala aan games. Alleen, hun offering is niet zo indrukwekkend als die van Microsoft. Exact. Die zegt day one releases. Ja. Dus mensen gaan het wel vergelijken. En dan wordt het dus negatief. Dan wordt het pijnlijk. Ja. Dan wordt het pijnlijk. Ja, maar dat is dus de reden waarom je het niet mag vergelijken. Ja. Omdat Microsoft het beter doet. Ja, nee. Het is 100% vergelijkbaar. En daar maak ik me dan... Dat bedoel ik van... Er zit wel iets bij Sony dat ze een beetje... Ze zitten voor mij, mijn gevoel zegt, ze zitten nu een beetje op een soort van tweesprong. Wat gaan ze doen? Gaan ze de Microsoft kant op, dus Game Pass, of gaan ze de Nintendo kant op? Namelijk een bedrijf wat gewoon zegt van, hey, wij maken een console, wij maken unieke games. Deze en... is maar het tweede. Ik vind het heel moeilijk, want je kan zeggen Nintendo kant, weet je wel? En de pad, dat hebben ze nu ook de afgelopen jaren wel een beetje bewandeld, weet je wel? Door traditioneel in ieder geval games uit te brengen, ook groot in te zetten op singleplayer avonturen natuurlijk. Zeer succesvol. Maar daarvan is het grote verschil wel, al die games
zijn redelijk vergelijkbaar qua genre en ook doelgroep met wat Xbox doet. En straks Xbox met Bethesda games die uitkomen. Weet je, ik denk dat die veel te veel op elkaar lijken. Mm-hmm. En daar is denk ik geen ruimte voor uiteindelijk. Kijk, Nintendo is echt zijn eigen ding, weet je wel. Ja. Het is niet dat Nintendo PlayStation games maakt voor een wat ouder publiek. Nee, het is echt heel erg een eigen stijl. Die hebben er ook weinig concurrentie. Ja, en iets wat PlayStation en Xbox ook allebei niet kunnen op dat niveau. Ja. En maar PlayStation games, ja, PlayStation heeft wel eenzaam bovenaan gestaan, zeker de afgelopen console generatie. Maar in principe, ik denk dat Microsoft het talent heeft om ook dat soort type games te maken. Ja. En dan zijn ze gewoon veel te vergelijkbaar met elkaar. Nee, en dan komt dat punt vandaan wel naar voren. Je koopt niet een Switch omdat je FIFA en Call of Duty wil spelen. Je koopt een Switch puur eigenlijk omdat je Nintendo games wil spelen. En oké, dan speel ik er ook een FIFA op, want nou goed, weet je wel, ik ga niet nog een console kopen. Ja. Je weet dus niet hoeveel mensen de PlayStation 4 en de PlayStation 5 hebben gekocht voor third-party werk. Dat weten we gewoon niet. Dat zijn er veel, denk ik. Exact. Maar dat is natuurlijk ook de angst van Sony. Wat als wij de Nintendo-kant opgaan en dus feitelijk zeggen van je koopt, hè, wat Nintendo doet, van je koopt een Switch voor de Nintendo-games. Je koopt het voor God of War, voor Gran Turismo, voor Horizon. Ja, hoeveel van die 110, 120 blijven er dan over? Mm-hmm. Worden er dat dan nog steeds 110 of worden het er 60 of misschien wel 40? Omdat je op de Xbox straks, hè, EA, kun je al... die banden worden steeds meer aangehaald. Ubisoft gaat ook heel langzaam die kant op dat je gewoon hun games, in ieder geval de backcatalog kan spelen. En dan kun je ook straks gewoon na een half jaar kun je FIFA daar gratis spelen. Het is natuurlijk van Sony's kant is het gedoemd dat ze de... Nou, is er een eerste en tweede plek? Maar je snapt wat ik bedoel. Maar ze zijn eigenlijk gedoemd om binnen de komende jaren in ieder geval wel die ondergeschikte rol. Simpelweg omdat ze het geld er niet voor hebben. Maar ja, Nintendo, laten we eerlijk zijn. De Switch verkoopt op dit moment het best. Het is niet ondergeschikt. Het is nou, omdat die beschikbaar is. Ja, maar misschien ook omdat het een eigen... Ik bedoel, ik heb een Switch gewoon omdat ik die games wil spelen, precies, weet je wel. En misschien moet PlayStation toch die kant op. Maar ik ben het wel met Koos eens. Ik denk niet dat dat in het DNA zit. PlayStation is toch altijd wel van we're leading, weet je. Ik vond PlayStation was vroeger altijd een bedrijf, technologisch. Als er iets nieuws kwam, dan kwam het uit die hoek. En Microsoft liep daar achteraan. En nu lijkt het wel een beetje af. Ja, maar je zag hoe dat ging tijdens PlayStation 3 tijdperk. Weet je, PlayStation 3 launchte dramatisch. Ja. En op een gegeven moment stond Sony echt heel ver achter ten opzichte van Xbox 360. Nou, wat gingen ze doen? Investeren in games. En wat kregen we? Games zoals The Last of Us en dergelijke, ja, weet je wel. En dat is toch wel altijd wel een beetje die cyclus die je ziet. Maar denk je dat nu we ook nieuwe generatie gamers hebben, die toch veel meer in de free-to-play en de games SSC, of ze nog wegkomen met The Last of Us, God of War, de single-player adventure die wij zo graag spelen. Zolang ze dermate beter zijn dan wat de concurrentie biedt, mm-hmm, ja. Okay. Maar ik denk dat Microsoft gewoon de afgelopen jaren gewoon slecht heeft gedaan. Maar dat ze nu met alle talent die ze in huis hebben, en ook die studio's gaan natuurlijk met elkaar samenwerken, net zoals PlayStation studio's dat onderling met elkaar doen. Ik denk wel dat ze deze kwaliteit gaan benaderen en overtreffen. Vind ik al iets moeilijker te zeggen. Sony games zijn ook niet qua gameplay over het algemeen de meest ambitieuze games. Mm-hmm. Maar wel qua ervaringen natuurlijk. En ik denk dat Microsoft daar zeker bij in de buurt kan komen, zo niet kan evenaren. Ja, Nintendo, daar is het een beetje stil rond. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk Zelda uitgesteld. Dat is echt wel een klap, want dat had de najaarsklapper moeten zijn. Aan de andere kant, volgens mij zitten ze nu ook op de 110 miljoen. Nu wordt het voorjaar. Verkochte Switch. Ben je verontrust dat het gewoon wat stiller is eromheen? Of ja, is wat ik zeg, of is het gewoon die aankoopdrift? Want dat vind ik wel grappig. Hè? Ik bedoel, het was een heel leuk artikel over van Sony koopt dit, Microsoft koopt dat. En Nintendo heeft een stuk land gekocht, weet je wel, om een kantoor op te zetten. Weet je wel, van Nintendo doet er totaal niet aan mee. Ik denk ook niet dat zij heel erg hol met de strijd tussen die twee bezig zijn. Ze vinden het leuk als ze af en toe ook een third party titel na een paar jaar ook op de Switch kunnen laten zien. Maar moeten wij die strijd tussen Microsoft en Xbox ook los gaan laten dan? Nee. Nee, want zij hebben dezelfde doelgroep. Ze gaan letterlijk voor exact hetzelfde publiek. Dus doen alsof er geen console war is tussen Xbox of PlayStation. Vind ik persoonlijk onzin. Mm-hmm. Dat is 100%. Je gaat wel een punt bereiken in de komende jaren dat je duidelijk gaat merken dat Microsoft de veel diepere zakken heeft. Want er komen nou eenmaal 10 first party titels uit per jaar in plaats van 1 of 2. Ja.
Dus ja, maar ja... En dan maar dag één op Game Pass. Ja, daarom. En, maar dan kan je alsnog de vraag stellen... Ja, van die 10 van Microsoft en 2 van Sony... kan natuurlijk nog steeds zijn dat die 2 van Sony... Ja. De hoogste oog gooien op kritisch gebied. Maar ja... Vind je dat een eerlijke strijd? Eerlijke strijd. Ik hou van analogieën. Ik vind het altijd een beetje Chelsea-gevoel. Van, het is hartstikke leuk, dat team, maar het is allemaal bij elkaar gekocht. Weet je, dan kan ik het ook. Ja, maar Sony heeft studio's gekocht. Chelsea wordt nu ook alweer overschaduwd door het geld wat er gesmeten wordt. Nee, precies. Maar dan mijn liefde voor zoiets. Ik hou altijd van teams die toch voor een deel opleiden, weet je. En dat heeft Sony en Nintendo wel. Die maken zelf, snap je? Je hoopt dat ze met een Bungie wel een soort van hun eigen opleiding, als het ware, hè, om een beetje binnen de voetbalvergelijking te blijven, hun eigen opleiding... weten aan te sterken. Zodat ze alsnog met misschien wat minder miljarden smijten, maar dat ze wel met net zulke grote en goede projecten op het weet komen. Is ook wel ouderwets denken, hoor. Ik bedoel, het is wel heel mooi als je zo denkt van moet allemaal opleiden, maar de tijden zijn anders. Dus ja, dat was voor Microsoft was het natuurlijk wel de enige mogelijkheid. Ja, maar kijk, om toch binnen het voetbal te blijven, een kleinere club moet het hebben van zijn opleiding, niet van zijn aankoop. Ja, maar zal nooit de Champions League winnen. Nee, maar ja, dat punt gaan we wel bereiken. Dat er met zoveel miljarden aan de ene kant wordt gesmeten. En aantal wat minder, of aardig wat minder miljard aan de andere kant. Ja, die zullen met minder meer moeten doen. Ja, moet je inventief zijn of niet dezelfde doelen. Ja, inventief zijn. Ja. Maar jullie maken, ik bedoel, Metroid, horen we ook niks meer van. Nee, ja, insane. Daar maak ik me echt zorgen over. Wat is in godsnaam met Metroid Prime? Ze weer opnieuw begonnen. Geen idee. Ik heb echt geen idee. We hebben nog steeds niks gezien, weet je wel. En Retro Studios is er nu mee aan de slag. Dus dan verwacht je toch wel dat, dat we al wat meer hadden gezien in ieder geval. Want het is een studio die er ook al heel veel ervaring mee heeft. Vind je dan dat er... Daar horen we dan niet zoveel over. Microsoft hebben natuurlijk heel lang en terecht nagedragen. Er komen geen games uit, Kijk, nou, bij Sony... hoor je het ook een klein beetje, weet je, nu hebben we 3 hele goede games gehad en dan blijft het weer een beetje stil. Maar bij Nintendo, die kan het rustig een jaar stil hebben en niemand die daar echt een buil aan... Nintendo-fans die zijn behoorlijk kritisch geweest afgelopen jaren zelfs ook al, hoor. Die springen echt wel op de bres voor dit soort dingen. Of is het misschien ook wel goed? In een tijd dat een Battlefield, een Cyberpunk, al die games die niet af zijn, die gewoon worden op de markt worden geflikkerd, dat Nintendo gewoon zegt, want ik wil nu toe naar het stukje communicatie, want dat vind ik heel belangrijk. Ik sta altijd te kijken van Nintendo die dan zelden uitstelt en dan komt gewoon de baas in beeld en die zegt dan van, ja, weet je wel, sorry, heel deemoedig. Dat is natuurlijk heel Japans ook. Ja, maar aan een of andere man, ik vind het wel oprecht. Ik vind het eerlijk. Want laten we bijvoorbeeld ik heb er een paar opgeschreven, maar er waren zoveel. Bijvoorbeeld Konami, die dan serieus met droog ogen beweert van, we hebben nu een patch, e-voetbal wordt nu goed. We zijn er toch achter gekomen dat we hem te vroeg hebben gelanceerd. Dan denk ik van, dude, elke Jan Doedel die zag dat die game niet goed was. Hoe kun je dan een jaar na dato zeggen van, ja, we hadden het... Nee, dan vind ik Nintendo met Metroid ook, het is niet goed. We gaan het helemaal overnieuw doen. Sorry. Harakiri. Maar in één keer, ik merk dan toch heel veel mensen zeggen van, oh, wat kut zeg. Maar ja, goed, oké, het is wat het is. Ja. En hier heb ik echt iets van, fuck deze hele game. Weet je, ik geloof er niet meer in. Ik ben genaaid. Battlefield, ik ben genaaid. Ze liegen gewoon allemaal tegen je. En dat vind ik zo bloedirritant. Ook met Battlefield, weet je wel. Iedereen weet gewoon, die game is veel te vroeg uitgebracht. Veel te vroeg uitgebracht. Dat moest gewoon op dit moment gewoon uitkomen. En in één keer, ook in die communicatie, weet je, alle bugs... Heeft kennelijk geen enkele playtester gezien bij EA DICE. Nee. Terwijl ze echt om de oren vlogen. Mm-hmm. En dan ook van... Oh, we wisten niet dat jullie legacy features... zoals een scorebord belangrijk vonden. Terwijl, of dus, voice over IP. Terwijl dat allemaal hele bewuste keuzes. In die beta's kwam het naar voren dat de fans dat heel graag willen. Ze doen het niet. Ze krijgen backlash. En vervolgens zeggen ze... Oh ja, we wisten niet dat jullie het leuk... Dat is gewoon... Ja, maar het lijkt ook wel alsof het zo snel mogelijk op de markt brengen van die game zwaarder weegt dan... We'll fix it later. Dan het goed op de markt brengen. Niet weten dat je met, als je het slecht op de markt brengt, dan begin je al met zo'n achterstand. Ja. Dan ga je je eigen community zo tegen je krijgen. Dat zijn de mensen die ook de game niet meer gaan oppikken als die helemaal wel gefixt is. Nee, Gran Turismo 7, daar heb jij natuurlijk jullie allebei mee te maken gehad. Ja. Ook daar een in principe prima game. Sommige mensen vinden hem waanzinnig. Anderen zeggen gewoon, het is een goede game, Gran Turismo 7.
En vervolgens ze sturen gewoon een review copy uit waar het niet in zit. Er blijken dus een soort van microtransactions in te kunnen. Je kan auto's kopen. Ze passen vervolgens een week na datum of twee weken na datum, pin me niet vast op de datum, passen ze de beloningenstructuur aan. Ja. De grind wordt heftiger. Mensen worden pissed off. En dan een paar weken daarna zeggen ze, oh, ja, shit, wat kut. Ja, nee, nou, jullie vinden dat duidelijk niet leuk. We hear you. En ze passen het weer aan. En denken van, welke... Maar wie haal je voor de gek, weet je? Wie neemt die beslissing? Wie neemt die beslissing? Wie is er nog aan de macht bij dit soort bedrijven? Is dat de developer? Ik kan dat niet geloven. Iemand die zoveel passie in auto's heeft, die weet dat mensen dat niet leuk vinden. Je moet kijken naar hoe de financiële structuren bestaan. Maar dat weet ik in dit geval niet. Maar het zal ongetwijfeld vanuit Sony dan zijn geweest of zo. Ja. Het ding is, die game is normaliter een system seller. Maar je hebt geen systems om te sellen, want ze zijn letterlijk niet verkrijgbaar. Ja. Dus hetgeen wat deze game had moeten doen, mensen onboarden binnen PlayStation, dat kan niet. Dus wat gaan ze dan doen? Ja. Maar, weet je, dat is fijn. Dat zijn keuzes. Maar de manier waarop ze dat brengen is zo misleidend. Zo flat out gelogen in je gezicht. Ook van het feit dat ze inderdaad die microtransactions na de reviews inschakelen. Bizar. Kom op, dat is niet per ongeluk. Dat is een hele bewuste keuze geweest om eerst even 9's en 10's te farmen. Want die game is wel, vind ik, wel fenomenaal. Om eerst even die 9's en 10's te farmen en dan gaan we de kutje doen. Ja. En dan, we hebben microtransactions. Maar daar maken nog niet echt genoeg mensen gebruik van, weet je wel. Weet je, we gooien de rewards flink omlaag. Ja. Ze willen natuurlijk, doordat ze minder kunnen verkopen, doordat er minder PlayStation 5 zijn, ze willen natuurlijk met minder verkochte games, willen ze meer aan verdienen om alsnog die targets, eventuele targets te halen. Maar dan krijg je die shit. Ja. Ja, maar het ding is van, er wordt toch niet genoeg gebruik van gemaakt. Ook al hebben we het continu in beeld staan, weet je wel. Want elke keer als je geld krijgt, staat er al gelijk op top-up via PlayStation Store. Weet je, dat is er dan de hele tijd. En weet je, dan gaan ze dat lulverhaal brengen. De reden waarom ze het deden was niet vanwege microtransactions of geld. Om de grind realistischer te maken. Ja, om jou het gevoel te geven dat je echt hard moet werken voor een auto. Want in het echte leven moet je dat ook. Nogmaals, het staat niet in verhouding met het echte leven. Dus je bent niks dichterbij gekomen. En je kan ook leasen. Of verder weg. Ja, en ook heel bewust een gamekeuze. Je kon altijd in Gran Turismo, mainline Gran Turismo, je auto's verkopen. Om zo ook dat, te komen. Ja. Is er ook uitgehaald. Ja. Ik snap heel goed waarom. Maar vertel, weet je, het voelt bijna als een Hugo de Jonge persconferentie, weet je wel. Je weet al dat het gelul is. We snappen de reden waarom die het zegt. Maar zeg het gewoon eerlijk. Want mij krijg je tegen je dan op die manier. Is dat dan toch een beetje die paniek in de zin van, en jij had het er al over van, kijk, ik bedoel, de business case van Sony is heel veel consoles kopen. Ja. Als je heel veel consoles verkoopt, dan verkoop je waarschijnlijk ook ons kwalitatief hoogstaande games. Die moeten allemaal tussen de 10 en de 20 verkopen om die kosten eruit te halen. En in één keer is dat hele hun tactiek is niet eens door hun eigen schuld. Deels wel, maar deels ook niet vanwege de pandemie. En China gaat nu weer dicht, weet je. Dus ik hou mijn ballen vast. Ik hou mijn ballen vast, inderdaad. Ze kunnen niet genoeg PlayStations verkopen, dus die targets worden niet gehaald. En in één keer zie ik dan dit soort shit. Ja. Ik zie bijvoorbeeld die PlayStation Plus, waar de prijzen eigenlijk ook een beetje omhoog gaan allemaal. Weet je wel, van, dus we moeten ergens geld, want dat weten we, als ze een misser hebben bij een peperdure game en ze maken er maar 3 of 4 van, heb je meteen een probleem. Maar nou, dan weet je wat het probleem is. En dit is het allermooiste. Bungie heeft in het verleden ook dergelijke dingen gedaan. Weet je wel? De grind erger gemaakt. De XP die je krijgt minder gemaakt. Ja. Er zijn nog steeds heel veel mensen die het kut vinden dat Destiny 1 niet zijn spulletjes meebracht. Nou, bijvoorbeeld. Maar weet je, zij hebben ook allemaal dingen gedaan die in de media gewoon leugentjes waren. Ja. En uiteindelijk zijn ze er allemaal op teruggekomen omdat, weet je, de community komt er gewoon achter. Ja. En weet je, je krijgt zo erg de community tegen je. Ik zie hetzelfde bij Gran Turismo 7, weet je wel? Alle goodwill die er bij launch was, want iedereen was hyped over die game. Het was gelijk een week daarna of 2 weken daarna inderdaad. Het was gewoon helemaal weg. Ja. Iedereen, fuck deze game, weet je wel. Klootzakken. Weet je, jullie proberen gewoon zoveel mogelijk geld uit mijn zak te kloppen. En nu natuurlijk elke business probeert dat te doen. Maar dit is wel zo op zo'n
ja. ordinaire manier, weet je wel, dan krijg je de community tegen je. Ja. En Gran Turismo 7 is een live service game. Ja. Weet je wel, als er bij iets is waarbij je dat absoluut niet moet doen, is dat een live service game. Battlefield 2042 heeft bijna geen spelers meer. Ja, dat is bizar, hè? Voorgaande games hebben gewoon meer actieve spelers dan Battlefield 2042. Ja. Onder de 1000 actieve spelers zijn er gewoon. Ja, maar ja. En Gran Turismo 7, weet je wel. Nou, tof man. Je hebt in de eerste 2 weken van je game heb je gewoon alle ruiten van je eigen huis ingegooid. Ja. Ja. En vervolgens, en dat is het hele mooie daarvan, je hebt alle ruiten ingegooid. En je denkt dat de community dat niet onthoudt. Ja, tuurlijk onthouden ze dat. En sterker nog, er zijn heel veel, weet je, alternatieven voor een race game. Ja, nee, dat is een probleem. En daarom snap ik het ook niet. Het is een korte termijn strategie. Er moet nu geld binnenkomen. Het werkt eigenlijk altijd niet. Kijk naar Battlefield, kijk naar Gran Turismo 7. Je komt niet meer met gelul weg. Ik denk ook, Rockstar heeft denk ik ook schade gehad. Hè? Ja, GTA Trilogy, ja. Die wij ook op de dag van de launch konden we die game checken, weet je wel. Maar het is toch eigenlijk... 2K die van tevoren zegt, wij doen nooit gemakzuchtige poorten en ze komen met dit. Ja. Het is de hele tijd dat ze zichzelf vastlullen. Ja, gewoon liegen. We leven in een internettijdperk. Er zijn te veel mensen die al te veel weten. Wie verzint dat dan? Dat zijn dan de marketingafdelingen. Want ik geloof dus niet dat die developers dit leuk vinden. Maar ja, ze moeten wel. Nou ja, dit is vaak onder de druk van uitgevers. Van developers willen gewoon de beste game natuurlijk mogelijk maken. Dus die willen ook altijd zo lang mogelijk eraan kunnen werken. Zij zullen de laatste zijn. Want ten eerste, als iets zo snel mogelijk moet uitkomen, moeten ze ook weer crunchen. Dus zij zullen de laatste zijn. Ja, bizar. Wie vind jij dat op dit moment wel goed communiceert? Ik vind, in alle eerlijkheid, ik vind Nintendo vaak cringy, maar op zich wel fair. Ik bedoel, als een game gewoon niet goed is, dan zeggen ze van een game is niet... Er is nooit gelul bij Nintendo. Het is altijd, er wordt een paar weken van tevoren wordt een release datum aangekondigd en dan is die game er wel... Toch is het wel vaak lang stil. Weet je, ze zeggen... Ja, maar beter niks zeggen dan lullen. Ja, maar ja, het zou geen kwaad kunnen om in ieder geval tussendoor te zeggen van... Oké, we zijn er hard mee bezig. Okay. We komen zo snel mogelijk met een update over de game bij jullie. Ja, weet je, maar, fair. Ja, nu komen ze alleen met of in één keer heel slecht nieuws... of in één keer heel goed nieuws. Maar het zit er nooit echt tussenin. En Microsoft doet het, vind ik, goed. Maar ik moet wel zeggen, het is een hele makkelijke rol. Hè? Zij zitten op dit moment heel erg zo van, wij zijn er voor de gamers. Dus ja. Zij kunnen dat doen. Maar ik vind vooral Microsoft heel cringe. Weet je? En dan vooral op social media de hele tijd. Ook de concurrenten feliciteren. Oh, ja. En when we all play, we all win. Dat is natuurlijk marketingtechnisch is dat soort van slim. Door te zeggen, we houden van iedereen. En hey, als je lekker op de PlayStation... Moet je het vooral doen. Dat is natuurlijk winnaarsgelul. Maar op dit vergeet ook niet dat zij het eigenlijk heel makkelijk hebben op dit moment. Hè? Want als er een exclusive is van hun die uitgesteld wordt en ze zijn er een beetje verdacht stil over, dan maakt het niet uit, want er is een andere exclusive die dat gat kan opvullen qua nieuws. Ja. Heb jij in het afgelopen half jaar iets van Scorn gehoord? Nee. Als je nu anderhalf jaar terug zou gaan met de studio's die ze op dat moment hadden, mm-hmm. zouden er nog geen Bethesda, zouden er nog geen Activision. Dan had dat nieuws nu veel harder doorgeëtterd dan dat het op dit moment doet. Maar dat is natuurlijk met Netflix. Ik bedoel, daar zit je ook niet over te klagen dat er niks... Nou, dat zeg ik het niet aan, weet je wel. Kut dat de ene serie gecanceld wordt. Maar kijk, we hebben 2 nieuwe mooie series die ervoor in de plaats komen. Dat is ook zo. Nee, daar bedoel ik ook van. Ze hebben ook wel makkelijk lullen. Die kant die ze nu kiezen van, wij zijn er echt voor de spelers. En Phil Spencer doet dat soms heel goed. Maar af en toe vind ik het ook een behoorlijk klef. Wat ze niet kunnen nog steeds, is iets cool maken. En daar zit nog wel een beetje het probleem. De PlayStation wel heel goed, blijft gewoon cool. En... Maar ik vind PlayStation in zijn communicatie vind ik ook niet zo heel sterk de laatste. Nee, die draait er heel erg omheen of durft het ook niet te zeggen. Maar er ontbreekt gewoon visie, heel duidelijk. Weet je wel, hoe kan je in 2020 nog zeggen, we believe in generations. Dat is de stap die we maken. Letterlijk puur en alleen maar was het om op dat moment een veeg uit de pan te doen naar Microsoft. Die zei, wij blijven 2 jaar lang in de eerste 2 jaar van de Xbox Series X blijven alles cross-gen uitbrengen. Ja. Dat was als reactie daarop van volgens mij Jim Ryan. En vervolgens
elke PlayStation game is cross-gen. Ah. Wat heel veel sens maakt. Maar ik bedoel van, weet je, is dat nou nu buiten je visie? Is dit doordat je door de pandemie... Gedwongen, ja. Vergeet niet inderdaad dat het een beetje gedwongen is om erop terug te komen. Nou, hoe lang gaat dat nog duren? Dat vind ik wel een goede vraag. Want, ja, zodra er genoeg PlayStation 5 zijn. Exact, want God of War, Ragnarok is de laatste zeg maar die ook PlayStation 4 gaat komen. Wat we weten. Ja. En het, wat ik dan hoor is dat eigenlijk dat het omslagpunt zou zijn dat daarna... Maar je hebt nog steeds het probleem. Je hebt een afzetmarkt is... die een tiende is, ja, van de PlayStation 4. Maar je kan het niet ook nog een jaar volhouden. Omdat Microsoft dat wel kan doen. Die kan gewoon zeggen, bepaalde titels, ja, die gaan wel full-on next-gen worden. Of, ja, of die worden gestreamd. Of PC. Motorsport is er nu eentje inderdaad, ja. Ja, dus of PC. Dat mensen nu ook steeds makkelijker zeggen van... Hey, fuck, ik bedoel, al die games die komen ook op de PC uit. Ik neem Game Pass, weet je wel. Microsoft die nu heeft gezegd, als jij een PC-game hebt gespeeld, gekocht... Bij Microsoft krijg je nu 3 maanden gratis Game Pass. Ja. De family pass komt eraan. Je kan straks met ze, weet ik veel, 3, 4 kinderen en familie kan je eigen gamepad. Het is allemaal... Delen. Maar dat bedoel, ja, je, Microsoft is alleen maar gewoon die portemonnee aantrekken om gewoon, ja, klanten binnen te kopen. Want precies dat, weet je wel, ook zo'n familieding. Ja, maakt fucking veel sens. Zeker weten. Je gaat niet 4 keer dezelfde game kopen als je 4 kids hebt met allemaal een console op een kamer. Maar met Microsoft zou dat wel kunnen. Zelfs met xCloud is het nog makkelijker. Ja, nee, maar en dat ga je nu ook krijgen. xCloud, straks heb je helemaal geen console nodig om toch heel veel te kunnen spelen. Ja. Met name de gamers die zoiets hebben van, ik hoef het niet in 4K, ik wil het gewoon easy, als het maar gewoon goed visible is. Het is briljant. En PlayStation kan is gewoon met handen gebonden aan het budget. Ik vind ze daar gewoon niet sterk in, weet je wel. Ze doen de hele tijd dat soort uitspraken dan om vega te pan te doen naar Microsoft. Microsoft probeert de hele tijd lovey-dovey te doen, weet je wel. En dan krijgen we ook inderdaad met het antwoord van PlayStation op Game Pass. Wat gewoon underwhelming is. Volgens mij was niemand heel erg enthousiast over die nieuwe PlayStation Plus prijsstructuren. En dan zeggen, ja, maar je mag het niet vergelijken met Xbox Game Pass. Denk je dat we achterlijk zijn? Weet je wel? Gewoon... Ja. Nou ja, het is andere tijd. Maar moeten ze dan, of moeten ze of kunnen ze niet, dat ze op een gegeven moment zeggen van, we gaan deze strijd niet aan. Wil je PlayStation, onze PlayStation kwaliteit games spelen, dan heb je gewoon een console nodig. Punt. Ja. Ze kunnen het net zoals niet, dus Nintendo dat niet zegt. Nee. Denk je gewoon dat ze dat niet kunnen? Als ze dat toegeven, dat dan te veel third-party fans naar Xbox overlopen? Je kan er niet meer mee weg. Ja, dat is heel moeilijk, weet je. Het liefst zou PlayStation dat moeten doen. Dat is voor mij denk ik het meest duidelijk. Maar je merkt heel erg de populariteit van Xbox Game Pass. Het wordt nog steeds overal bejubeld. En dus gaan ook PlayStation klanten zoiets hebben van, ja, maar wij willen ook iets van Game Pass. Ja. Zien jullie wat Microsoft doet? Jullie kunnen er niet achterblijven, weet je wel. Want dat zie je natuurlijk nu ook in de televisiestreamingwereld. Je hebt nu Disney, HBO, Videoland, Next, die vechten allemaal met elkaar eigenlijk op dezelfde manier. Namelijk, wij hebben ongelooflijk veel aanbod. Maar dat ga je niet volhouden, weet je wel. Mensen, allemaal leiden ze een soort van verlies, weet je, omdat ze maar content moeten maken. Op een gegeven moment moet je ervoor kiezen misschien om te zeggen van, oké, net zoals een filmhuis niet op kan tegen een Pathé, maar een filmhuis heeft gezegd van, oké, wij zijn voor de kwaliteitsfilms. Dat is een bepaalde niche die fantastisch groot genoeg is om een schitterend businessmodel te draaien, maar het zal nooit een Pathé worden. En misschien moet Sony, net zoals Nintendo zegt van, hey, wij gaan niet mee in de Game Pass een miljard gamers. Wij maken gewoon Nintendo games. En, kijk, en dan zegt de consument, ja, school, dan ga ik naar Microsoft. Want ten eerste maakt dat voor mijn portemonnee het meeste sens. En ten tweede, Microsoft en Sony zitten in hetzelfde vaarwater. Maar ik krijg relatief nog wel zelf gelijkwaardige games, wou ik zeggen. Maar dat zou hetzelfde zijn als Ajax dus elk jaar de Champions League moet winnen. Maar weet, dat ga ik met mijn geld en budget en spelers nooit winnen. Maar je hebt wel constant die druk. Dat is een oneerlijk gevecht. Dat lijkt me vreselijk stressvol. En ik denk dat je dat ook terugziet in die communicatie. Dat aan de ene kant moeten ze nog wel dat vergezicht houden dat misschien ooit die launch games ook wel op dag 1. Maar ze weten, als we dat doen, en dat zegt Jim Ryan op dit moment, dan dat is non-sustainable, weet je wel. Ja, wat is sustainable? Voor Microsoft is het sustainable om misschien 1 miljard of 2 miljard per jaar verlies te leiden. Ja. Ja, voor Sony is dat non-sustainable. Er vallen bijna geen juiste keuzes te maken. Want kiezen zij ervoor om mee te gaan in dat hele Game Pass model verhaal? Dat houden ze financieel gezien niet vol. Aan de andere kant, kies jij er nu openlijk voor om te zeggen van, oké, we richten ons eigenlijk alleen nog maar op onze first party. Dan raak je mainstream gamers. Dan ben je de mainstream gamer. Je zegt, ja, hallo, Game Pass, €15. Oké, misschien wordt het wat meer natuurlijk in de loop der tijd. Vast wel. Dan raak je die ook kwijt. Dus er valt niet echt een juiste keuze te maken. Het enige wat ze kunnen doen is
is vertrouwen op hun goodwill dat ze nog wel hebben. En daar vanuit die... Vanuit dat perspectief wel een kant op te sturen. Dat misschien denk ik toch wel uiteindelijk meer first party gericht is. Maar als je dat allemaal meeneemt, dan vind ik dat helemaal niet zo'n gekke uitspraak. Wat op het begin werd gezegd dat Sony eventueel gedoemd is op de lange termijn. Nou, weet je wel? Zeker niet. Maar kijk, inderdaad, met de Xbox Game Pass service kunnen ze gewoon niet mee. Gewoon, dat is financieel niet haalbaar. Nee. En het equivalent is nu PlayStation Now of PlayStation Plus. Ja. En dat is gewoon niet heel goed vergeleken met Xbox Game Pass. Daar mag je het ook niet vergelijken. Maar oké, fuck die shit. Dat doen we gewoon wel. En je kan dan standalone games blijven uitbrengen. Nogmaals, zij hebben niet die positie van Nintendo dat ze echt iets heel anders doen ten opzichte van de Xbox. Klopt. Die positie hebben ze niet. En dan is het wel zo, oké, hou je daar aan vast. Dan moet elke release eigenlijk bijna wel een megasucces zijn. Dan kan je maar weinig gefaalde games kan je dan permitteren. Ja, en hoeveel home runs achter elkaar kan je slaan? Ooit gaat dat mis, weet je wel? Het is, ja, soms vind ik het ook wel sneu, hoor, ook weer dan het bericht in dat Microsoft op dit zeer waarschijnlijk dus meer heeft betaald voor chips, om dus die chips eerder te krijgen. Tuurlijk, dat is wat je doet, toch? Ja, maar dat niet door... That's business. Maar Sony kan dat niet doen, omdat ze het dan... Ze kunnen het namelijk ook niet doorberekenen in hun console. Microsoft, die breekt het niet door in de console. Sterker nog, ik denk dat Microsoft binnen 1 of 2 jaar ook gewoon €100 eraf gaat halen, gewoon om ook dat weer door te pushen. Ja. Sony kan dat niet en die zit aan alle kanten zitten ze vast. Weet ja, maar wel. Daarom, het ziet er nu gewoon als je nu een snapshot maakt van welke games zijn er voor de PlayStation, fantastisch. Hoeveel zijn er verkocht, het ziet er nu voortreffelijk uit. Ja. Maar alle vergezichten wijzen toch wel op iets anders. Ja, absoluut. Wil ik afsluiten met iets wat toch ook volgens de publishers de toekomst is, de NFT's. Hebben jullie er een mening over, NFT's? Play to earn? Ik vind dat veel ontwikkelaars kiezen momenteel nog voor de simpele cash grab die het kan zijn. Ja. Niet gebruikend makend van het potentieel wat het kan hebben. Mm-hmm. Want je kan eigenlijk hele leuke dingen ermee doen. En je kan een community buiten de game community ermee creëren. Waar het niet dat het nu altijd als een simpele cash grab wordt ingezet. Dus kijk, eigenlijk zouden NFT's een meerwaarde moeten hebben voor de gamer. Dat is echt de meest logische oplossing. Zeker. Dat is niet hoe uitgevers denken. Nee. Uitgevers hebben zoiets van, oké, hoe kunnen wij met zo min mogelijk werk zoveel mogelijk verdienen? En tegenwoordig komt het bijna alleen maar neer op JPEG-plaatjes waar je dan eigenaar van bent. Ja. Wat echt compleet bullshit is natuurlijk. Nee, je kan er echt heel veel vette dingen mee doen. En weet je, dat is voor de gamer is dat alleen maar winst. Weet je, open economische systemen ten opzichte van gesloten economische systemen. Alleen, wat Daan zegt, op dit moment is het creatief zo armoedig. Het zijn alleen maar cash grabs. Is waar er geen enkel voordeel in zit. Nee, voor is dan ook weer die communicatie. Hè? Dan met het meest pregnant voorbeeld natuurlijk Ubisoft, die met veel tamtam de NFT in Ghost Recon Breakpoint aankondigt. Ja, en die kon je verdienen, hè? Ik bedoel, daar hoeft hij niet voor te lappen. Nou, maar dat concept vind ik is eigenlijk nog best wel cool. Weet je, het verdienen van items in games die je buiten die de game heel zeldzaam zijn en waar je gewoon echt even flink de game voor moet gespeeld hebben en die je vervolgens buiten de game om zou kunnen ook verzilveren. Dus ook al bestaat de game niet meer uiteindelijk, je kan het buiten de game meedragen, dus je bent er wel gewoon eigenaar van. Je kan het weer verkopen aan iemand anders of je kan het niet verkopen aan iemand anders. En het is vooral ook aan Ubisoft om te kijken, oké, hoe gaan zij hier nu mee? Maar gaat een nieuwe Ghost Recon gaat komen. Ja, maar dat twijfelt niemand over. Binnen 2 maanden hebben ze die hele game dicht gegooid. Ja, maar dat maakt niet uit, want de markt dood, hè? Nee, maar de eigendom blijft bestaan. Nee, maar daarom zeg ik van, dan is het de vraag, oké, hoe gaat Ubisoft hiermee om? Je hebt deze NFT nu, deze kan buiten de game getrokken worden. Ja. En je kan hem verdienen, hè? Dat vind ik eigenlijk nog het allerbelangrijkste, maar die kan buiten de game getrokken worden. Oké, nieuwe Ghost Recon. Kan ik er wat mee of niet? Okay. En als kan ik dat item meenemen? Ja, ik wil zeggen, als het dan een antwoord daar ja op is, denk
Oh. Maar dat schijnt allemaal nog... Ja, nou goed, dat weet ik niet. Kijk, wat ik dan weer vind is van... Ten eerste, ze hebben het in een game geïmplementeerd... waar ze eigenlijk van wisten dat die helemaal niet goed liep. Dus en na 2 maanden gooien ze eigenlijk de hele ondersteuning weg... waardoor er op dit moment bijna niemand die game echt meer speelt. Dus dat wisten ze van tevoren. Waarom dan toch dit doen? Nou, goede testcase. Want, mensen hebben er niet... Kijk, en dat soort dingen. Mensen hebben er niet flink voor gelapt. Het is, nee. Je kon het verdienen. Ja. En als die-hard speler heb jij dat ermee verdiend. Ja, en volgens mij, wat is het? 600 uur, toch? Was het? Ik zou weten, er zijn er 87 van in de handel geweest. En dan wat ze dan zeggen van... Ja, weet je wel, jullie hebben nu wel een stukje game-historie. Denken van, ja... Moet Ghost Recon Breakpoint nou game-historie voorstellen? Dat bedoel ik. Van, helaas hoor je ook gewoon te veel scams de laatste tijd inderdaad. Een Formule 1-game was er die opeens ook gewoon gestopt is... waarvan niemand meer weet wat ermee gebeurt. Bedrijven die ook gewoon het geld hebben meegenomen. Ja. Ja, maar dat is het ding. We zitten echt... nog in hele, hele vroege begindagen. Het is echt ook echt nog het Wilde Westen hier, wat dit betreft. We weten ook nog niet hoe alles werkt. De gemiddelde consument heeft geen enkel idee trouwens wat het überhaupt is. Of wat de meeste mensen denken echt alleen maar aan die JPEG plaatjes inderdaad. Ja. Nou, dat komt ook wel omdat dat zeg maar meest vooraanstaande is waar iedereen mee komt. Wat de aap. Ja, wat echt totaal niet interessant is. ik heb één voorbeeld wat ik wel best wel geinig vond. Een zwager van mij die heeft een soort van app en dan kun je dus sneakers kopen. En oké, een duurdere sneaker is dus beter dan een goedkopere, hè, als NFT zijnde. En als je die gebruikt in combinatie met hun fitness app, dat je gaat rennen, dan farm je eigenlijk een bepaalde soort munt en die kan je dus gewoon verkopen. Dus hij heeft gewoon met rennen, met een gemiddeld rondje rennen, omdat hij vroegtijdig erbij was en een soort van goede schoen had, verdient hij gewoon €5 met een rondje rennen van 4-3 kilometer. Ik vind dat niet een heel vet voorbeeld van wat het kan zijn, maar het is wel weer gamification, hoe je jezelf kan motiveren. Dat is niet een voorbeeld van hoe de game industrie het zou moeten doen. Zit jij te wachten op play to earn? Want dat is natuurlijk wat Ubisoft ook zegt van ja, we gaan even gamen. Maar play to earn is er al. Ik bedoel, dat zit bijna in elke game. Dat zit in Gran Turismo 7, zit dat erin. Ja. Ik moet keihard werken om in-game credits te krijgen... om een auto te kunnen kopen. Maar... Alleen, ik kan niks met die credits. Nee, heel veel uren moet ik erin stoppen. Zij gaan nu van, het kan je werk worden. Je kan nu geld gaan verdienen. Ja, maar dat werk stop ik er al in. Want ik speel de game heel erg veel. Dus ik heb al die credits heb ik verdiend... Ik kan er niks mee. Ook al heb ik er 1000 uur in zitten, ik kan niks met die credits, want het is een gesloten systeem. Maar zou je dat nog steeds doen als je weet van fucking hell, ik moet doorspelen, want anders kan ik vanavond geen boerenkool met worst eten. En dan... Nee, maar zo moet je het niet zien. Het is gewoon van het werk wat jij in de game doet, dat wordt beloond nu, weet je wel. Dat kan je maar in ieder geval ook misbruikt worden, hè? Van dat mensen alleen nog maar gaan gamen om juist geld te verdienen. Ja. Dat mag toch? Ik bedoel, en misschien nu verdienen ze niks ermee. Een game die zich destijds, als NFT's ooit geïntroduceerd waren, weet ik veel, 10 jaar geleden, de auction house van World of Warcraft. Ja. Mm-hmm. Dat mensen daarvoor gewoon die items als NFT's konden verkopen. Andere mensen konden die gebruiken in-game. En dat was een vrij levendige markt, kan ik je vertellen. Nou ja, als je daar een beetje centjes aan kunnen verdienen op die manier, door gewoon vette, sick items, met RNG een beetje muscle hebben... te hebben verdiend. Nou, dat prima. Is het dan toch weer dat de industrie te vaak in die PR-trap valt om iets te veel op te blazen en te hoog van stapel te lopen en te roepen van dit gaat het helemaal... Dit is de toekomst van gaming. Terwijl ze eigenlijk gewoon iets heel rustig hadden kunnen beginnen. Gewoon ergens één game, doen ze er wat mee. Ze leggen niet uit wat het voordeel is voor de gamer. Ja. Weet je? Ja, play to earn, zeggen ze. Ja, maar weet je, play to earn for us, ja. Ja, je legt ten eerste niet uit wat het is. Je legt niet uit wat het voordeel is voor de gamer. Mm-hmm. En het enige wat wel heel vooraanstaand is, zijn je JPEG'jes van Castlevania of zo die je moet kopen. Weet je wel? Ja. Denk jij dan over een jaar dat we hier nog... Want ik denk namelijk dat doodgeboren kindjes. Nee. Dat het niet in de games-industrie grondvesten krijgt omdat gamers het niet willen. De publieke perceptie is heel erg belangrijk natuurlijk. Mm-hmm. Dat staat ontzettend tegen om verschillende redenen. Een van de dingen die je zegt cash grab, maar de andere is ook gewoon de ecologische impact op aarde. Oké, valt ook wel wat voor te zeggen natuurlijk. Maar voor games maakt dat 100% sens. En als je als gamer hierop tegen bent... Dan zegt dat meer over het vertrouwen dat je hebt in uitgevers. Waarin ik je volledig, volledig je gelijk geef. Maar het alternatief is kutter. Het alternatief is dat alles
in volledig in handen blijft van een uitgever in een gesloten systeem. Nu kan je in FIFA alleen maar geld erin stoppen. Ja. En je bent het kwijt. Ja, voor okay. altijd ben je het kwijt. Weet je, ook al heb jij Ronaldo of Messi gepakt, je bent het kwijt. Je kan er niks meer mee. En weet je, in ieder geval met dit kan je, oké, ik heb misschien 10 euro erin gestopt. Ik heb toevallig een Messi en die kan ik ook weer wat mee verdienen. Ja. Maar er wordt wel gokken, weet je? Dus dat ja, is ook dan, heel dan ga je dat heel verhaal... Maar gok jij liever, althans... Ja, het is moeilijk om te zeggen, gok jij liever. Geef jij liever geld aan iets waarvan je weet dat je niks meer in ieder geval ervoor terug kan krijgen? Althans, ze proberen dat wel heel erg te verhullen, maar je kan er echt letterlijk niks mee. En FIFA 23, dan is het al helemaal niks meer. Of wil je in ieder geval nog wel iets van geld dat je erin stopt? Kan je de mogelijke in ieder geval nog uitkrijgen? Ik ben niet zozeer voor play to earn in de zin van... Dan vind ik ook echt dat je een effort moet hebben doen. En ik vind een pakje kopen en... Oh, wauw, daar zit dus inderdaad een Messi 5 sterren 99 in die je bijna niet vindt. Dan heb ik zoiets van... Nee, dit met die Messi... Dat blijft sowieso bestaan. Nee, dus of het nou NFT's worden, ja of nee, blijft bestaan. Maar de uitspraak van de Raad van State en van andere rechters is... zolang je er geen echt geld voor terug kunt krijgen... die je ook in de economie kunt stoppen... dus je kan er ook boerenkool met worst van kopen... Ja. Dan is het geen gokken. Als je dat wel kan, is het gokken. Ja, maar daarom zeg ik van, dan wordt het gokken. Ja. Maar als ik, en daar hebben we volgens mij later deze week ook nog een item over... een waanzinnige livery maakt... en je kunt die online zetten... Ja. En vervolgens zeggen van in plaats van, nou je mag hem gratis bij, maar ik weet je wel, als jij, er zijn vastgestelde prijzen bijvoorbeeld, je kan hier 25 euro voor krijgen en dan kun je hem van mij kopen als je hem mooi vindt. Kijk, dat vind ik eerlijk. Iemand heeft heel veel tijd in gestoken. Ja. Ik vind hem mooi. Dat kan al vrij makkelijk, daar heb je geen NFT's voor nodig. Je kan met crypto zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen. Ja. Nou ja, maar daar geloof ik wel. Het gaat mij om de effort en niet zeg maar dat het een random ding is. Maar goed, we staan aan het begin. Jullie zeggen dat het nog zich moet ontwikkelen, dat het nog blijft doorgaan. Ik heb het gevoel dat het een beetje... Ja, omdat, kijk, weet je, nu is de toepassing ervan zo kut dat de heel de gamingwereld op dit moment, of tenminste de gemiddelde gamer, er fel tegen is. En voorlopig ook wel. En er zullen echt een paar projecten moeten bewijzen dat het ook anders kan, voordat de gemiddelde gamer een beetje op gang begint te komen en het begint te zien ik denk dat voor de gemiddelde gamer, gewoon NFT staat nu gelijk aan nog erger microtransactions. Gewoon als het woord al genoemd wordt, is van no, fuck no. Het vertrouwen in de industrie is op dit moment ook erg laag. Dus dan denk je al heel gauw aan... Hoor. Ja, nee, absoluut. Dat hebben ze zelf gedaan. Waardoor al dit soort nieuwe projecten al meteen... fuck, wil je nog meer geld van? Maar dat is dus het ding. We hebben al een aantal voorbeelden aangehaald. Waardoor het eigenlijk alleen maar veel interessanter is voor de gamer dan niet. Ja. En het eerste, als Ubisoft zegt, we hebben NFT's, is niet waarvan... Is niet de reactie bij gamers, oh vet, wat kunnen we dan? Ja. Oh god, wat wil je nu weer van ons? Ja. Weet je wel? Dat is het. Ja. Goed, nou nee, tof. Dank je voor deze piepshow speciaal. Volgende week gaan we gewoon weer een reguliere aflevering maken.